our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. Ook zitten we al aan de koffie, ja, twee stuks. En een paar voetjes van mijn lieftallige begeleidster Karin. Ja, meer krijgen jullie niet te zien. Ik is aan. Dat ga ik wel zitten. Had ik het nog maar eerder geweten. Dus rijk worden geen kunst. Nee. Ja, lieve vrienden, ze hebben net wat lekkers gekregen. Maar Elwin moest dat ding niet. Die ik Rijke nou in de bekkie heb. Dus ik heb Elwin wat anders gegeven, maar ik had Rijke ook die gegeven. Ja. Maar nou heeft Rijke allebei en Elwin heeft een hele, hele dikke. Hé, een hele dikke. Jo. Oh, wat een lekker, hè? Ja, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Bezemboel. Ik zat gewoon een spelletje te doen en ik vergat jullie. Ook zitten we al aan de koffie, ja, twee stuks. En een paar voetjes van mijn lieftallige begeleidster Karin. Ja, meer krijgen jullie niet te zien. Nee, je mag wel praten, doet je collega ook. Dus, maar in ieder geval, ja, helemaal leuk, ja. Dus, wat voor dag is het dag? Ja, Goede Vrijdag, hoe laat leven we? Nou ja, dat is daar nou niet op te zien, want ik heb er een spel voor. Pakken we even onze telefoon, hè. Ja, pakken we even onze telefoon. Maar ook dat gaat jullie lekker niks aan wat ik intyp. Nou, en dat mogen jullie weer wel zien. 11:53 en het is 29 maart, ja, vrijdag. Dus ja, helemaal geweldig. Ja, dit is geen landleven hoor, nee, dit is township. Ja, ook leuk. Helemaal geweldig. Maar in ieder geval, met het blik op Elwin die lekker legt te kanen. Hé, lekker ding. Sluit ik weer eventjes af. Want ja, ik heb mijn begeleidster op bezoek en we gaan straks samen de meisjes uitlaten. Dus ik zou zeggen, geniet van de Goede Vrijdag. Het is prachtig mooi weer, maar het is wel koud. Dus kleed je wel goed aan. En tot later. Doei doei. En nou, Elwin legt lekker te kussen. Lekker slaapje doen. En daar ligt er eentje op de bakje speelgoed. Een beetje toe te kijken om erheen. En opletten wat vrouwtje allemaal doet. Nou, vrouwtje gaat even hobbyën. Ja, ik heb het een en ander hier op tafel liggen. Bekertjes, tirelantijntjes, dingetjes, datjes. Ja, dat is. Nou ja, en een lijn. Dus ja, en ik moet nog een schaar pakken. Dat gaan we ook nog even doen. Dus ja, dat dus. Dus ik zet jullie hier even neer. Ik ga even de schaar pakken. Ik hoor weer van alles, maar ik zie niks. De schaar. Ik heb ook nog twee kindercorsages. Dat heeft mijn mannetje nog in elkaar gefrutseld. Met van het groene, ja, hoe heet dat? Groene plakband eromheen. Ja, dat ben, oh ja, heb ik hier ook nog. Van dat, dus, ja, ik noem het plakband, maar dit is... Om bloemen, om corsages en alles te maken, dit. Maar om dat langs een bekertje te doen, is ook leuk, ja. Dus ik ga jullie eventjes kantelen, dat jullie op de tafel kunnen kijken met wat ik doe. Dus ja, dan moet ik eventjes ook weer ruimte hebben met hetgene wat ik moet doen. Dus opgelet. Even zien, ja, zo hè. Zo kunnen jullie zien wat ik doe, hè, ja. En ik heb jeuk op mijn hand en ik
Ik heb hem al een keer opengeklauwd en er is niks te zien verder. Heel raar. Maar ja, ik neem de stoel erbij als tafel. Daar leg ik de boel even in. Nou, dan pak ik een bekertje. Zo. Ik ga mijn mond houden. Ik ga lekker fruitselen, want ik doe er toch muziek onder. Ja. Even kijken. Ik moet eerst mijn vest goed doen, want dat zit allemaal weer niet lekker. Ik heb het koud, namelijk. Ja. Ik heb het koud. Nou. Duw ik hem al in. Hup. Schaartje. Liggen. Dan haal ik het toch weer even af. Als je niet wilt luisteren, doe ik er gewoon eerst lijm op.
Lekker blij. Oh, dat valt er gelijk alweer af ook. Dat is niet de bedoeling. Ja. Het is even vreubelen. Even vreubelen. Maakt niet uit. Hou je het even vast, engeltje? Je bent ook echt een hulpengeltje. Ja, blijft nog niet goed zitten. Ja, kom op. Moet je het nog vast blijven houden ook? Ik denk, nou, dit zit er zomaar op. Maar nee. Blijft niet zitten. Misschien zo leggen. Misschien dat het dan wel blijft. Komt vanzelf wel goed. En anders spuiten we er nog wat lijm ernaast. Jo, echt wel. Oh, ik heb zo koud. Ik denk dat het nou wel zo meteen blijft zitten. Laten we het hopen. Ja, nou, deze. Ik moet even nog een krant of zo hebben. Ja. Een krantje. Ja. Een krantje. 1, 2. Uppata. Zo. Ja, jullie kunnen nog steeds alles zien, hè? Ja. Leg ik die even daar neer. Hij glijdt toch uit elkaar. Godverdikkie. Dat hij toch blijft zitten zoals ik dat wil, hè.
Blijf. Leg. Zo. Ja. Irritant als iets niet wil. Vind ik. Maar ja, wie ben ik? Ik heb nog een idee. Moet ik weer naar de keuken? Dan moet ik die hebben. Dat is niet zo zwaar. Hoop ik. Die is nog helemaal dicht. Dan zijn we er open. Ja, hoe kan ik dat open kijken? Niet helemaal goed, hè. Zo. Moet die even gewoon leggen om te drogen. Nou, dat stroopt allemaal. Wat? En dan pakken we weer even een beker, maar eerst even dit opruimen. En dan weten we dat dit gewoon te zwaar is. Ja, dit is gewoon te zwaar. Komt er tussendoor. Hij er net ook, dus waarom nou niet? Zo, gaat dat weer in het zakje terug. Er is opening hier. Hop. Ach ja, soms. En nu wil ik er weer niet in. Komt eruit, moet ik er toch weer in kunnen ook. Even kijken waar hier het begin van is. Ja, ook dat moet je nog zien te vinden. Kook, kook. Echt, hè? Waar is het begin? Hier ook, geloof ik. Ja. Moet wel los willen. Joter. Er is daar een stukje los, maar er is wel niet. Gaat goed, Manny Heus. Moet je soms de schaar erin zetten en dan gewoon... Nee, het zit hier een klein beetje los. Dus moet hier het begin toch ook wezen. Wat een toestand. Nou ja... Nou, weet je wat? Ik ga niet verder harder dan nodig is. Zo.
Ik ook. Zo, hè? Het zit allemaal vast met lijm ook. Kijk, en ik had wel gelijk. Daar zit... Hier zit iets, nou zit het daar verdubbeld. Maar ik krijg... Ja, dat moet eraf kijken. Hup. En dan moet dat ook los kunnen. Juist. Dat bedoel ik maar. Een bekertje. Ja, dat dacht ik al wel. Dat dit los zou laten. Dat werkt niet. Nou, dan moet dit stukje maar weg. Ik kan er ook niks aan doen. Dat zit nou onder de lijn, papa. Ik zie net van de Kesselmeer, denk ik. Drie. Kom gewoon weer, want de lijm zit erop. En dit is niet te zwaar. Ja. Komt. Goed. Zo. Kijk eens aan. Dat blijft wel zitten. Had ik het nog maar eerder geweten. Is rijk worden geen kunst? Nee. Dan is rijk worden geen kunst. Even de lijm weer van me afhalen. Zo, ik heb koud. Nou, dan doe ik hier een hartje onder. Want dat moet zo. Dus er bovenop kan niet. Dus komt eronder. Een hartje. Zo dan. Gaat goed, meneer. Jeetje. Waarom nou? Blijft zo opplakken. Maar niet goed hoor. Nee, niet goed. Liggen blijven jij? Hartje.
Ja, een beetje te veel lijm, maar ach. Doet ook voor het eerst hoor, dit. Tenminste, ik heb gisteren dan nog wel eentje gemaakt. Maar... ik kan er niks aan doen. Ik wil lijm aan mijn vingers. Ik ben blij dat het eraf te rollen valt. Dat het geen seconde lijm is. Ah. Ja, echt waar. Ik weer plastic aan mijn handen. Waar het valt, weet ik niet. Ik wil er ook bijna niet uit, hè. Zo dan, wat een zucht. Hé. Hey. Moet je zo zuchten, kind. Neem we nou een lila paars, wat is het? Het zit ook meer vast aan het plastic. Blijf wel aan mijn vingers hangen, hè? Ja. Ja, hallo. Nou, ik ben een klein druppie en nog even goed te veel. Raar. Maar het wordt wel leuk. Toch? Nou, dan gaat hij maar even drogen bij jullie. Even dinges. Even dit legen. Allemaal trap. Daar houden we niet van. Dan probeer ik toch met een schone lint even te werken. Lukt het niet, we hebben altijd weer pech. Want nou moet ik er eentje voor een man maken. Ja. Dus, zo van niet doen. Kom op. Kom op, zeg ik. Dan is dat het beginstukje. Even indeuken. Zo. Die kant. Zo.
Zo. Er zit wel een plooitje in, maar daar kan ik ook niks aan doen. Dat kan niet anders. Het kan niet altijd mooi even mooi wezen hoor. Maar het is wel grappig. Ja. Zeg, het kan niet altijd even mooi wezen, maar het is wel grappig. Jokte. Jo. Ja, kan ook. Tuurlijk kan dat. Alles kan. Er zijn er 3 bij 3. Zeg ik, ik kan beter dit gebruiken. 3 bij 3. Dat is daar. En daar. Een vierkantje dus. Zo. Ja, toch leuk. Voor een man en voor een vrouw. Voor de vrouw, ja. De mannen die houden, ja, die zijn anders dan vrouwen. Ja. Nou, kan dit ook even drogen. En ik kom straks weer bij jullie terug. Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben net weer klaar. Ik ben net de troep aan het opruimen. Ik heb er 4 gemaakt totaal. En ja, jullie hebben het begin natuurlijk gezien, maar niet het resultaat. En dat laat ik jullie nou eventjes zien. Ondanks dat er nog een hoop bent en is. Maar dat doet er allemaal even niet toe. Ik zet jullie even... zo neer. En eerst even hijsen. Nou, die hebben jullie gezien dat ik ermee bezig was. Kuikentje erop gezet. Helemaal leuk. Er zit natuurlijk chocolade eitjes in. En een heel leuk bloemetje erbij. 3 eitjes en een leuk bloemetje. En nou ja, helemaal leuk gemaakt. Ja. Ik was ook met deze bezig, hebben jullie ook gezien. Dat ging eerst met die sterretjes allemaal mis. Er zit het precies hetzelfde in. Oeps. En een bloemetje met een speldje eraan, die kun je opspelden. En 3 chocolade eitjes met een blauwe folie erom. Wow, ze vallen eruit. Ja, dat had ik verwacht. Nou, een blauwe. Een roze. En een paars lila, wat is het? Ja, dat zit er dan in. Dan het bloemetje. Erin. En dan het handvat. Hup, hup. En dan moet dat kuikentje, dat moet nog drogen. Dat viel er alweer af. Ja. Dus ja, dat kuikentje moet nog drogen, lieve vrienden. En dan heb ik hier ook nog eentje. Dat is, deze. Die heb ik ook gemaakt. Een kuikentje in een nestje. In een nestje. Ja, ik zeg altijd nestje. Lekker plat.
Ja, dit is een kuikentje die kan lopen en die ligt nog in het nestje. En ik hier eentje met een bloemetje. En ook een glitterrandje eromheen. En een kuikentje. Simpel, maar toch leuk. Nou, die moeten nog drogen vanzelf. Ik zal op de eettafel ook even een krantje neerleggen en dan zet ik ze daarop. Ja, want je weet me nooit, hè? Nee. Moet wel willen drogen allemaal. En dan moet ik de rest nog even opruimen. Nee, ja. Kandel, die is stront lastig, maar die wil eruit, maar die komt er niet uit, want ik moet zo meteen met de meisjes weer lopen. Ja. Dus, we gaan er gewoon weer voor. Ik zal dit allemaal even opruimen. En ik hoop dat jullie deze tip leuk vinden. Het hoeft niet alleen met de paarse, nee. Je kan ook bij wijze van spreken. Als er iemand jarig is, doe er geld in. Noem maar wat. Ja, in plaats van een envelop doe je dat met een inhoud. Een bekertje met inhoud. Of wel een tasje. Ja, helemaal leuk. Dit is nog gewoon een paar surprises, laat me zeggen. Ja, helemaal geweldig. Ik vind zelf top om zoiets te kunnen maken. Dus, maar dat komt helemaal goed. Ja, ik probeer het een en het ander wat beter te krijgen. Maar ja, het wil niet echt zoals ik had verwacht. Maar ik denk dat het om dat karton is, er zit beweging in. Maar in ieder geval, ik ga de boel verder opruimen en ik wens jullie allemaal een smakelijk eten, bon appétit en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst en tot later. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, het is alweer hartstikke laat. Ja, echt waar. Even zien hoor, waar ik mijn mobiel heb. Oh. Op Google kijk ik het nou. Oh ja, daar ook. Het is 2:26. 2:26. Ja, dus tijd om naar bed toe te gaan. Televisie is al uit, de rest moet nog uit. Ik ga nog even mijn spel langslopen. Even kijken wat er nog gedaan moet worden. En dan hardlopen er naar boven. Ik heb ook met Karin, tenminste Karin die belde mij. Dus eventjes zitten te kwekken bekken. En ik heb de meisjes uitgelaten. En dat ik weer terugkwam met de meisjes, hing ze nog aan de telefoon. En daarna hebben we opgehangen. Is zij al gaan slapen. Maar ik was nog zo druk bezig dat zij mij belde. Maar ze kwam er weer wat anders door, tussendoor, met een of andere app. En dat was allemaal Engels. Nou, ik kan net zoveel Engels dan dat mijn bureau dat kan. Die kan dat ook niet, nee. En mijn hondjes kunnen het hele ook niet, nee. Ja, ja, ze zullen het wel verstaan. Ligt eraan hoe jij je stem verheft, ja of nee. Maar ik kan geen Engels, ja, a little bit. Ik kan niet een heel gesprek voeren, laat ik het zo zeggen. Losse woordjes, kleine zinnetjes, ja. Maar dan om een gesprek te voeren en te verstaan, noppenjendo. Nee, dan gaat het hem niet worden. Maar, maakt niet uit, ik woon in Nederland, ik ben een Nederlands. En dus ja, ik kan dan mij verstaanbaar maken in het Nederlands. Want we wonen ook in Nederland. Dan hoef ik toch niet een andere taal te gaan leren om mij te verstaan, mij verstaanbaar te maken, want je behoort mij te kunnen verstaan. En weet en mij begrijpen waar ik het over heb. Kijk, een Engelse verstaat mij ook wel, want je hoort me praten. Dat is verstaan, maar het gaat erom begrijpen, de taal beheersen. Maar, ja. Ik vind het allemaal bizar hoor, met al die buitenlanders hier. Het zijn ook mensen van vlees en bloed, daar kijken ze er niet anders op aan. Want het heeft allemaal met Den Haag te maken. En hun landen, waar ze vandaan komen. Maar ja, ik heb al een paar gesproken. Die hebben in een tempo, nou daar zeg je u tegen, wat Nederlands geleerd. Dus die kennen Nederlands praten, al is het gebroken. Maar je begrijpt ze wel. En die willen maar wat graag terug naar hun eigen land. Maar dat mag niet. Hoezo mag dat niet? Dat is toch jouw keuze? Jij wil gewoon teruggaan. Ja.
Maar oké, lieve vriend, ik zou zeggen, welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. Morgen, ja, het is zaterdag. Ik ga morgen, probeer ik wat voorbereidingen te treffen voor zondag eerste paardag. Want ja, dan heb ik weer visite. Ja. En ik moet de vaat nog doen, die moet nog schoon. Dus ja, ik weet het niet. Ik hoop dat ik er bij tijd eruit kan komen, maar dat zal wel nu, want het is alweer laat. Ja. Maar in ieder geval, we zien wel hoe de dag rijlt en zeilt. Ik moet sowieso nog wel eventjes naar de foam, maar eventjes... want ik ga wel makkelijk doen zondag. Een blik kippensoep en een blik groentesoep, dat gooi ik door elkaar heen. Voilà. Lekker. En dan hebben we er ook nog een soepje erbij. Ja, dus komt allemaal goed. Ik zeg nu gewoon... Welterusten, slaap lekker nogmaals. En jullie weten het, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik vanaf deze kant, graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!